Nee, we zijn er heel, heel blij mee dat we na eigenlijk anderhalf jaar sparen en een hoop uitdagingen om om fondsen te vinden, dat het gelukt is om een mooie vleugel te hebben in de oude kerk. We hadden een vrij klein vleugeltje, eigenlijk de oude vleugel uit de Larenkamp hier nog staan. Daar waren we ook heel blij mee, maar die halverwege concerten was die meestal ontstemd, zeker in de bas. En pianisten zeiden van ja, het is wel leuk, maar het is niet echt een concertvleugel. Nou, ze zijn mee aan de slag gegaan en nu hebben we na zoveel moeite hebben we dan een Yamaha C7 gekregen. Dat is toch wel een model waarmee je echt concerten kunt geven hier in Sjaloos. Zijn jullie eraan gekomen? Ja, eigenlijk gewoon een zoektocht gedaan van hoe komen we. Ja, je zou naar een winkel kunnen stappen. Maar wij hadden natuurlijk vrij weinig budget. We hebben uiteindelijk een particulier gevonden. Een mevrouw die niet meer zelf kon spelen, die heel verguld was om de vleugel in de Oude Kerk te mogen zetten. Dus die hebben een nieuwe bestemming eigenlijk gevonden voor hun vleugel. Een erg leuk verhaal. Hoe is dat als pianist om op deze vleugel te spelen? Ja, in vergelijking met de vorige vleugel die hier stond, is dit echt een wereld van verschil. Ja. Dit is natuurlijk een Yamaha C7, is eigenlijk een van de beroemdste piano's. Die is zowel voor klassiek als voor lichte muziek. En je merkt gewoon dat hij erg robuust is. Hij kan die ruimte prachtig vullen met zijn bastonen, maar hij kan ook fluisterzacht spelen. Het heeft allebei zijn mooie kant hier. Het is gewoon prachtig in deze ruimte, het helpt erg mee. We hebben met de concertcommissie van onszelf, vanuit de Stichting Beheer Oude Kerk, dit jaar 17 concerten gepland staan. En een deel daarvan is natuurlijk ook dan met de vleugel. We hebben hier ook het oude Hes-orgel staan, ook vrij uniek orgel in deze ruimte. Doen we ook af en toe concerten mee, van klassiek tot jazz. Maar ook deze vleugel gaat ingezet worden om mooie muziek te brengen.